veel lekkerder, want dan wilden we die koptelefoon. Dan mag je daar je pedaal omhoog zetten en dan zorg ik dat je hier even doorgelust wordt. We zijn in de First Tone studio in Middelburg. De studio van Mark Blom, hij is net even weg. Ja, even Mark Blom. We zijn een liedje aan het opnemen ter ere van 77, 50 jaar. Dit is de laatste fase, nog een gitaarsolo. Die gaat René Kolen, de Zeeuwse gitaarheld. Die heb ik gevraagd om die solo in te spelen. Omdat ik dacht van, dat is de man die dat echt kan zoals ik het... Ja, want jij speelt zelf ook gitaar. Jij kan dat dan zelf niet? Of hoe moet ik dat zien? Nou, hij is veel beter. Jij bent de zangeres van de band? Van Wild Man West. Ja. En hoe heet jij? Marja Westdijk. En ik kom, René natuurlijk support hier zo. Dus, Maar dat is ook jouw lief, of niet? Ja. Nou kijk, dat is een dubbele set. Ah. Ja, maar dan geef je dan wel de artistieke vrijheid. Ja, natuurlijk. Ja. Dat vraag ik expres aan hem, omdat ik weet dat hij er iets van zinnigs van maakt. Iets precies. Wat ik niet kan bedenken waarschijnlijk. Dus. Ja. Ik ben Mark Blom en dit is mijn studio. Jan-Piet zei het net al, First Tone Studio. Ja. En hier, dat is een beetje mijn leven eigenlijk. Ja, want dat staat ook echt vol. Volgens mij, ik heb het gevoel dat alle gitaren die hier staan een eigen verhaal hebben en een... Veelal, er zit ook wel wat nieuws tussen, maar er zijn wel veel dingen die echt een verhaal hebben, ja. Hey, maar hoe werkt het als je hier wil opkomen nemen? Want nu hebben we J.P. de Klerk, die komt nu. Een nummer in opdracht van 77, of van Kees Rijn, ik weet niet hoe ik dat moet... Maar dan belt hij jou zo van, kan dat bij jou? Of hoe gaat dat dan? Ja, meestal wel. Ja? Ja, of weet ik veel, via Instagram of whatever, maar gewoon... Ze contacten mij, in ieder geval de mensen die weten dat ik dit heb. En dan maken we gewoon een afspraak. En dan gaat er wat heen en weer qua demootjes. Bijvoorbeeld, dat was bij deze wel zo. Dat is ook niet altijd zo, maar vaak wel. En dan plannen we gewoon de tijd in die we denken nodig te hebben. En dan gaan we hier zitten. Maar ben jij dan ook altijd de producer? Of worden er dan ook wel eens mensen ingevlogen? Ja, dat is gewoon een luxe woord altijd. Maar ja, wat is het goede woord dan? Wat, hoe noem je jezelf dan? Nou ja, in dit geval... denk ik eerder engineer. Engineer. Dus ik zorg dat alles gewoon netjes op de plaat komt. Natuurlijk zijn het wel ideetjes die je inbrengt. Soms mag dat niet. Want als bijvoorbeeld een band zegt, wij komen hier met ons hele circus. Laten we zeggen een wat grotere naam, noem eens wat. Die gewoon helemaal compleet zijn. Ja, en die zeggen van, wij willen alleen jouw spullen huren. Is dat ook gewoon een optie? Ja, dat kan. Ja, ja. Dan komt er... een producer mee en dan zorg ik alleen dat ik de bol goed aansluit en op play druk. Ja. Of op record. En nu gaat dit om één song, maar hoe lang zijn jullie hier nou mee bezig geweest? Want dat is... Vorige week waren jullie hier ook al bezig, toch? Ja. Ik denk een avondje of drie. Ja. Dus het is de vierde avond. Het is de vierde avond. Ja. Vierde avond. We doen het in de avonduren. Ja. Deze. Ja. En ik heb nog een ander project lopen nu wat overdag zit. Dus het was een beetje ertussenin plannen, omdat het toch ook allemaal wel een beetje vaart moest hebben. Van die vervloekte TL-licht, want het is alweer zo laat in de weg. Kan je het een beetje horen voor jezelf? Ja, ik vind het al oké. Ja, laten we gewoon nog een paar rondjes doen. Ja. Want je zat er nu redelijk voor in, hè? Ja, hij zat er een beetje voor in. Ja, dus het mag echt hangen of zo. Ja, natuurlijk. Water? Ja, is of wat anders? Ja, heb je biertje? Heb je biertje? Zou ik even kijken? Zo'n mooie blauwe koelkast en geen bier. Ja, het gaat wel over de kroeg. Ja, je moet even voor in de koelkast kijken. Ik heb er twee gevonden. Fantastisch. Ja, is er één voor jou? Laat je deze even opnemen. Tuurlijk. Ja. Je moet maar zeggen, harder, zachter. Ja. En je zit met die opmaat van die solo. Daar zit die drums ook. Misschien is het wel mooi als je die misschien open laat, dat je er echt gewoon de impact aan iets groter. Oké, ja. Kunnen we dat eens proberen? Ja hoor.
Dus jullie zijn nog wel even bezig, hè? Hapertje hier, dingetje daar. Ja, precies. Ja, dus je bent zo'n uurtje verder. Ik moet misschien ook. Dus, ja? Ja. Maar ik dacht dat je dat nee, al had gedaan. Nee, dat is nog niet goed. Oké. Okay. Nee. Dus wat is dan nu nog de planning? Eerst gaat deze solo totdat hij perfect is. Ja. Ja. En dan... dan zingen, ga ik zingen. Dat doe je ook nog vanavond? Misschien, dat hangt er vanavond hoe laat het wordt. Maar goed, dat moet ook nog gebeuren. En nog een tweede stemmetje, nog een... Een paar hele kleine gitaardingetjes moeten erop. En dan gaat die gemixt worden in Zwolle. En waarom is dat in Zwolle? Ja, er zit een hele goede mixer. Die heeft mijn vorige plaat ook gemixt. En dat is een waanzinnig goede... Die weet echt de sound neer te zetten die ik heel graag wil. Dus, en dan wordt hij nog gemasterd in New York. Niet? Ja. Echt? Ja. Maar er gaan ook nog wat remixen gemaakt worden. Oké. Okay. Ook door Django van 77. Die gaat een remix maken, dus als jij 77 zit, dan hoor je elke avond hem in een andere versie hoor je hem voorbij komen. Kijk, toch een verandering in de tent. Na al die jaren. Hey mensen, dank jullie wel en heel veel plezier. Jij ook. Ja, begrijp jij me ook. Goed. Jij ook. En tot de volgende.